Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuw coronalesje. We gaan vandaag chili maken. Chili con carne, met vlees. En daar kun je eigenlijk van alles mee. We gaan vandaag twee voorbeeldjes doen. En ik ga jullie het huiswerk van deze week alvast verklappen. Je gaat thuis iets maken met chili. En wat dat is, mag je helemaal zelf weten. Ik ga je eerst de basis laten zien, hoe maak je chili. En vervolgens ga ik twee voorbeeldjes geven. Kun je wat lekkers ermee maken. En ik ben benieuwd. Nou, om chili te maken heb je volgende dingen nodig. Een teentje knoflook. Een uitje, wat gehakt. Voor ons heb ik half om half gehakt gepakt. Wat mais, tomatenblokjes. Ik heb kidneybonen gepakt, maar je kunt ook bruine bonen pakken of wat dan ook. Ik heb sriracha, dat hoeft niet per se, maar ik vind het wel lekker om een beetje pit erin te krijgen. Chilisaus hoeft ook niet per se, vind ik lekker. Ik heb even een beetje gevoeteld. Ik heb chili con carne mix gekocht. Dat zijn eigenlijk een heleboel kruiden en specerijen die ze bij elkaar in een zakje hebben gegooid. Hoef je het zelf niet te mengen, hoef je geen 20 potjes te kopen. Scheelt een heleboel. En wat ik zelf een beetje mis in die kruidenmix, wat ik wel heel erg lekker erin vind, is gerookte paprika poeder. Dus je ziet, we hebben een hele grote bus ervan. Ik gebruik ook veel. Heel erg lekker. Nou, ik ga mijn pan op het vuur zetten. Zo, daar doen we een klein beetje olie in. En laat ik die alvast warm worden. Ondertussen ga ik zorgen dat ik mijn uitje ga snipperen en mijn knoflook ga fijn snijden. Nou, een uitje snipperen, dan weet je, de onderkant altijd zo dun mogelijk eraf. De bovenkant mag je wat grover eraf halen. Dan snij je hem een keer van boven naar beneden door midden. En je ziet hier, kom zo dichterbij. Je ziet hier, zie je die wortel nog in de ui. Die houdt de hele ui een beetje bij elkaar. Die moet ook aan elkaar blijven zitten, want je gaat hem snipperen. Dat zorgt ervoor dat die ui niet uit elkaar valt tijdens het snijden. Nou, ik haal het buitenste laagje even eraf. Zo. Maak mijn plank even schoon. Zo. Nou, als eerste begin ik door de zijkanten in te snijden. Dat doen we een keer op 3-4. En ik snij hem net niet helemaal tot het einde. Ja. Dan draai ik mijn kwartslag. En dan snij ik hem weer zo vaak mogelijk in. Dat ik mooie kleine stukjes ui heb. Ik zet mijn vuur ietsjes lager. Dan draai ik hem weer terug. Ik gebruik mijn snijtechniek zoals we dat geleerd hebben. En ik snij die ui zo in fijne blokjes. Nou, dat doe ik met die andere ook eventjes. Zo. En die snijden we gewoon eventjes in blokjes. Nou, uiteindjes, die kontjes, die had ik anders ook weggesneden. Daarom gooi ik ze nou weg. En dat uitje doe ik lekker in de pan. En die gaan we aanfruiten. En zoals je weet, aanfruiten is rustig zachtjes bakken. Ik heb nog een stukje wortel in de pan liggen. Dat halen we nog even uit. Zo. Nou, een teentje knoflook. Heel veel mensen vinden het moeilijk om een teentje knoflook te pellen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je legt je mes erop. Je duwt een keer erop. Dan plet je hem. En dan kun je zo de knoflook eruit halen. Nou. Die snij ik eventjes fijn. Zo. En als je hem nou echt super, super, super fijn wilt, hè, dan pak je een heel klein druppje olie. Dat was al eigenlijk veel te veel. En dan hak je hem in die olie. En je ziet, doordat die olie op de snijplank ligt, blijft mijn knoflook ook op de snijplank liggen. Dan kan ik hem met mijn mes veel fijner hakken. Hier. Nou, je kunt natuurlijk ook luier zijn. Dan pak gewoon de knoflookpers. Nou, die doen we nog even meepakken. Ondertussen doen we het gehakt erbij. En dat gaan we rulbakken. En rulbakken, dat betekent eigenlijk gewoon een kleine korreltjes gehakt. Dus gewoon zo fijn mogelijk. Dus we gaan het gehakt gaan we lossteken. Dat gaan we lekker meebakken. Zo.
En dan ga ik het net zo lang bakken totdat het grijs is. Ondertussen ga ik het wat een beetje voorbereiden. Die bontjes, die zitten altijd op vocht. Als je dat ziet, is niet zo heel erg lekker. Dat wil je niet hebben. Dus wat gaan we doen? We gaan die bontjes afgieten. En je ziet ook wat een sap dat eruit komt. Dat het plakkerig is en kleverig. Dat weet je allemaal niet. Kom, als je kijkt wat er onder in dat blik zit, dat is echt te vies. En gaan we die bontjes gaan we heel eventjes afspoelen. Met al het vocht er vanaf is. Die laten we even uitlekken. Zo. Nou, ondertussen roeren we nog een keertje in de kaart. En ik ga dat dus dadelijk doen met bonen, tomatenblokjes en mais. Je kunt er nog paprika door doen. Je kunt er eigenlijk doorheen doen wat je wil. Het mag jouw perfecte chili worden. Dan moet ik zeggen dat ik zelf de paprika niet zo heel erg lekker begin vind. Maar er zijn heel veel mensen die het juist wel heel erg lekker vinden. Dus doe vooral je ding. Zo. Nou, je ziet dat het gehakt langzaam een beetje roze begint. Of het roze bijna weg is, dat het langzaam grijs is. Dat is het moment dat we de kruiden gaan toevoegen. En wat ik ga doen, ik heb die grote paprika. Nogmaals, het hoeft niet, ik vind dat wel lekker. Doe ik een half theelepeltje, misschien ietsjes meer, doe ik erin. En mijn tafelkruiden. Ik hou nog een heel klein beetje achter. Dan proef ik dadelijk eerst of het niet te veel is. En die kruiden die bak ik heel even kort mee. Niet te lang, dan gaan ze verbranden. Maar door dat bakken komt de smaak vrij van die kruiden. En dan gaat je chili een stuk lekkerder smaken. De chic woord noemen ze dat mioteren. Nou, als ik ze heel even mee heb gebakken, ze zijn warm geworden. Dan doe ik de tomaatjes erbij. Dan ik even een klein beetje water doe ik extra erbij. Ik doe het mais erbij. En ik doe mijn boontjes erbij. En dit laat ik heel eventjes een beetje pruttelen. Totdat alles mooi gaar is. De saus ietsjes dikker wordt weer. Nou, dit laten we even pruttelen. We gaan die dadelijk nog heel eventjes afproeven. Kijken of die lekker is. Dat is dan op het moment dat we waarschijnlijk wat chili saus en wat sriracha saus erbij gaan doen. De sriracha, omdat ik wel lekker vind als de chili een klein beetje pittig is. En ondertussen ga ik eigenlijk even alles klaarzetten voor de twee gerechtjes die ik ermee ga maken. Ja, zoals je kunt zien, als je er dichterbij komt. Ik kom er gewoon dichterbij, is dat gevraagd. Dat gebeurt op school nooit. Je ziet, hij begint al langzaam iets dikker te worden. Je ziet ook aan de randjes, hè, dat de saus wat dikker begint te bubbelen. Dus we laten die heel even nog een heel klein beetje inkoken. En dan gaan we dadelijk even proeven of het goed is. Ondertussen zet ik alles klaar, zie ik je zo. Nou, ondertussen is chili een beetje ingekookt. Kom eens even kijken. Je ziet dat het vocht langzaam een beetje is verdampt. Dat hij wat dikker is geworden. Nou, dan gaan we even proeven. Ik vind hem lekker. Ik ga nog twee dingen doen. Een beetje chili saus voor het zoete. Zoete chili saus ook, hè. Volgens mij heb ik dat tot nu toe in elk recept wat we gemaakt hebben, heb ik wel een beetje erin gegooid. Ik zal de volgende keer zorgen dat er eentje is zonder chili saus. En ik doe nog heel een beetje sriracha erbij. Ik had het al voorspeld. Ik hou van pittig. Nou, dat roer ik nog even door. Zo. Nou, dan proeven we nog een keer. Dit is de lepel waarmee ik opgeschept heb. Dit is de lepel waarmee ik proef. Perfect. Nou, dan zet ik het vuur uit. Hij is warm. Dat scheelt. We hoeven hem dadelijk minder lang in de oven te doen. Ondertussen gaan we de rest afmaken.
Nou, ik had gezegd, ik ga twee voorbeeldgerechtjes doen vandaag. Eentje wat ik ga doen is nacho chips met chili. Ik heb wat nacho chips. Ik heb in dit geval nacho chips met een smaakje, sweet chili saus. Of sweet chili Doritos. Vind ik zelf gewoon heel erg lekker. Daar gaan we een beetje cheddar kaas bij doen. Je kunt ook gewoon een geraspte kaas, maar we hadden toevallig nog cheddar kaas liggen. En wat pepertjes. Merk je dat van pittig al? Ja, hè? Dat weten jullie ook wel, toch? Okay. Nou, even kijken. Ik heb een blaadje bakpapier. Die vouwen we een keertje doormidden. Dan vouwen we hem nog een keer op. En dan ga ik hem met die punt steeds verder opvouwen. Zo. Dat ik eigenlijk een soort plat pijltje heb. Een frietentuut. Sticky, wat je wil. En dan ga ik de zijkant, de bovenkant, dus die grove kant, die ga ik eraf knippen. Zo. Nou, dat gaat weg. En wat ik dan overhoud, is eigenlijk een rondje bakpapier. Nou, die kom ik een keertje op. Wat is die aan het doen eigenlijk? Nou, zou je zeggen. Ik ga dadelijk, ga ik die met dat bakpapier en al, ga ik die op een bord leggen. En dat is eigenlijk gewoon een stukje presentatie. Nou, de bakpapier doe ik in die kom. Dan doe ik wat chipjes op de onderkant. Zo. Beetje kaas. Dat is wel erg veel. Zo, wat chipjes. Wat kaas, wat chipjes. En hartse flats. Dan doe ik onze chili er bovenop. Zo. Top ik die weer af met een beetje kaas. Zo. En lekker wat jalapeno pepertjes. Deze zijn al gesneden en zoetzuur gelegd. Of gepekeld moet ik eigenlijk zeggen. Nou, die zet dan vast in de oven, dan kan de kaas mooi smelten. Je hebt de oven op 200 graden staan, dan gaat hij lekker snel. Het andere gerecht wat ik ga maken zijn burritos. Ken je vast wel van de Mexicaan. Zo niet, heb je het wel eens gezien in een tekenfilm, denk ik. Nou, wat doen we? We pakken een lepel chili. Die leggen we in het midden van de wrap. Dan maak ik daar een soort lijntje van, zie je dat? Doe gewoon door de rem een beetje heen en weer te bewegen, zo. Dan pak ik op de korte eindes van het lijntje. Wacht, vergeet iets, sorry. Doe nog een beetje kaas zo erop. Doe op de korte eindjes van het lijntje, doe ik er overheen vallen. En dan duw ik die aan de zijkanten van het lijntje, duw ik die een beetje aan. Dan pak ik de onderkant en die vouw ik er overheen. En dan trek ik die vulling een beetje strak in die rep en rol ik hem door. Zo, die leg ik in een ovenschaal. Nou, dat doen we even met z'n allemaal. Dus, een lepeltje vulling. Lijntje van maken. Klein beetje kaas. Eroverheen. Nog een keer eroverheen. Strak duwen. En oprollen. Twee. Als je het nog niet gezien hebt, ik ga het nog een keertje doen. Lepeltje vulling. Bijrollen. Kaas. Draaien. Zijkantjes. Eroverheen. Strak trekken. En oprollen. En de laatste. Vulling. Lijntje. Zijkantjes. Erover. Strak trekken. Oh, vergeet iets. De kaas. Hup, open, maakt helemaal niks uit. Zo, zo. Nou, kijk eens aan. Mooie ovenschotel vol. Pak we nog wat extra kaas. Lekker eroverheen. Zo. En die zetten we ook in de oven. Die gaan we lekker gratineren. Dezelfde oven met 200 graden. En de bedoeling is dat de rep dan een beetje krokant wordt. En de vulling gewoon warm blijft. Kaas smelt, ook nog eens belangrijk. Nou, ik heb nog een takje peterselie, die ga ik nog even hakken voor dadelijk een beetje te versieren.
Zet in de oven. Moet nog heel eventjes gratineren. Zie je zo het resultaat. Nou, de wrapjes en de nachos hebben ongeveer een minuutje of 6 in de oven gezeten. En die zijn goed. De burritos. En de nachos. Kijk eens toch. Nou. De nachos, zoals gezegd, ga gewoon op papier serveren. Dus ik pak die zijkantjes van het papier. Die leg ik op een bord. That's it. Een beetje peterselie nog erop. Zo. En je ziet, omdat we cheddar gebruikt hebben, dat die kaas ook helemaal zo ertussen gelopen is. Dat die zo zacht geworden is. En dat is het verschil met gewone geraspte kaas. Kijk, dat hier dus die gewone geraspte kaas. En dan zie je dus dat die een beetje zijn vorm heeft gehouden. Dat die wat vaster is. Dat is een beetje het verschil tussen die kazen. Nou. Pakken we een mooie burrito. Deze heeft een beetje weinig kaas. Was ik weer te snel met strooien, hè? Maar ja. Zoals jullie weten, ik heb heel weinig geduld. Zo. Nou, kijk eens hier. Een mooie burrito. Je hoort ook hoe gekant dat die is. Kijk eens aan, wat een feestje. Nou, we hebben twee mooie gerechtjes gemaakt. Nogmaals, jullie huiswerk. Doe iets met chili. Maak een chili. En hoe je hem maakt, maakt mij niet zoveel uit. Ik heb je goed voorbeeld gegeven, maar zolang het maar niet uit het pakje komt. Maak er een lekker gerechtje mee. En mocht je dat thuis niet kunnen, dan mag je me gewoon het recept van het gerechtje geven. Als je het gerechtje maakt, een videootje, een foto, alles. Ik zou het hartstikke leuk vinden om te zien wat je hebt gedaan. Dus ik zou zeggen, succes komende week. En we zien elkaar volgende week weer.